Welkom op weer een nieuwe vlog. Het is vandaag dinsdag. Normaal begin ik woensdag met een nieuwe, maar vandaag dinsdag, omdat die vorige eigenlijk al zo lang was. En vandaag is er eigenlijk weinig te filmen, want ik ga vandaag naar het ziekenhuis. Voor degene die dat nog niet weet, voor een onderzoek voor mijn longen. Er zit een verkleving in mijn longen. En dan willen ze weten waar dat vandaan komt. En dan gaan ze hier naar binnen. En dan halen ze hier ergens een lymfeklier weg. En dan hopen ze aan het lymfeklier te kunnen zien wat de oorzaak is van die verkleving. Ze hebben al een lymfeklier in mijn oksels weggehaald. Ik heb al 2 keer een slang in mijn keel gehad, hè, voor onderzoek. Maar ze hebben nog niks kunnen vinden. Dus hopelijk vinden ze vandaag wat. Daar ben ik weer. Dat was het dagje wel. Het is nu bijna 5 uur. Nou, ik was al iets eerder klaar. Ik moest er 12:30 blijven. Maar toen heb ik er nog even 1,5 uur af kunnen pingelen. Dus mocht ik om 3 uur weg. En om 2:45 heb ik de kleren nagetrokken. En toen mocht ik om 2:50 weg. Dus ja, ik voelde me goed. Dus ik zei, waarom nou niet naar huis? We zitten hier 10 minuten vandaan. Als er wat is, kom ik gelijk weer terug. En dat mocht. Dus nou. Dat was dan dinsdag. En morgen dan gaan we richting Kerkrade. Naar de kinderen en kleinkinderen. We hebben ze. 2 stuks in het blauw. Kijk nou eens. Boat sit comfort. Ja, en in de advertentie stond dat ze verkleurd waren door de zon. Maar ik vind het meer van, hoor. Kijk, ik zal even de achterkant erbij hangen. Ik weet niet of het goed te zien is zo. Maar ja, heel iets verkleurd. Bijna niet, zo te zien. Ik weet niet of het op camera duidelijk is, maar bijna niet. Dus, een koopje, echt een koopje. Nee, voor mij, ik weet niet of ik het gezegd heb, maar ze vroegen €30. En dan staat er al een goede week op, of 2 weken. 2 weken geloof ik, staat hij op de marktplaats. En was 36 keer bekeken. Hoe kom ik daar nou bij, hè? Wat blijkt nou, op de telefoon kan ik niet zo goed zoeken. En dan had ik, op een gegeven moment zat ik op de telefoon te kijken. Kwam ik per toeval, op marktplaats tegen. Bij jou in de buurt. Zo. Ik denk, nou, ik heb toch niks te doen. Normaal ga ik niet zomaar zoeken naar iets wat ik niet nodig heb. Ik zoek pas als ik iets nodig heb of iets wil hebben. En nou zag ik in 1 keer dit. Ik denk, hé, verder. Dus toen we thuis waren, heb ik met Gea overlegd. Toen een bod gedaan van €15. En dat was akkoord. Ja, ze zei toen, ik had gedacht dat ze zo'n zeggen €20. Had ik er ook wel voor willen betalen. Maar die dingen kosten per stuk €50 of zo. Ja, zoiets. Ja, 44 bij de ene. Bij de andere 47 of zo, €52 aan. Dus een koopje. Nou, die gaan we nou eventjes op de centpower leggen. Onder de klep. Als we dan gaan zeilen met die boot. Of als de kinderen gaan zeilen met die boot. Dan hebben we stoeltjes. Want laatst waren we met de boot weg. Nou, toen dan krijg je het wel van in de rug, hoor, als je dat in die harde randas zit. Nou niet meer dus. Het is woensdagochtend. De vogeltjes fluiten. Prachtig weer. We gaan zo naar Limburg. Maar ik dacht, ik ga nog even het zeil drogen. En dan waait hij mij om de voorstag heen. Want Tiff, die had ik namelijk opgeknoopt daar. Ik denk, ja, dat moet niet te lang nat opgeborgen liggen, zeg maar, dat hij even een beetje droog is. Eigenlijk moet ik hem gewoon hier zo omheen doen. Alleen als het hard waait, dan klappert dat zo, hè. Dus, maar goed, er zijn toch geen buren hier. Dus dan, ja, dan rol ik hem niet meer op, maar dan doe ik hem er zo overheen. Als dan de kinderen willen zeilen, dan zit de fok er maar op.
Ja toch? Oh ja, wat ik nog heb gevonden. Ik kreeg namelijk van de... Dat is, die vorige keer kwam die ook bij mij aan bed, in het ziekenhuis. Heb ik geloof ik wel gezegd, hè? Dat was een vriendin van een abonnee van ons kanaal. Maar nou is ze even op mij zelf ook abonneerd. Tenminste, ze had een video gezien dat ik daar in het ziekenhuis had gelegen. En toen zei ik tegen haar, ik wou dat wel eens zien weer, hoe dat gebeurde. Dus jammer eigenlijk, hè, dat ze je dan zeg maar helemaal in slaap brengen. En dan maak je helemaal niks mee. Dus ja, maar dit kon natuurlijk niet onder plaatselijke verdoving. Toen zei ze, ja, dan moet je even kijken. Dat is, er zijn genoeg video's van te vinden. Hoe heette dit nou weer? Het was media en dan nog iets. Scopie. Maar ik zet het hier al even onder. Dan zul je zeggen, wat moet ik met die onzin? Maar er zijn een aantal mensen die vinden dat interessant. Die willen dan graag weten wat er precies is gebeurd en zo. Dus vandaar. Als je niet tegen operaties kunt, als je dat niet wilt zien, moet je nou even doorsteppen, een stukje. En als je het wel leuk vindt om te kijken, dan heb ik hier een clipje gevonden op internet. Dat je even kunt zien hoe zo'n operatie, of zo'n kijkoperatie of hoe wil je het noemen. Of onderzoeksoperatie, zoiets heet het volgens mij. Een mediastinoscopie is een ingreep of onderzoek waarbij we via een kleine incisie in de hals voor de luchtpijp met een werkinstrument dat over een camera beschikt gaan kijken naar de klieren die zich bevinden langsheen de luchtpijp en tussen de twee longen voor het hart gelegen. Dit is soms nodig voor aandoeningen waarbij deze klieren vergroot zijn of bij sommige mensen die een letsel op de long hebben is het ook nodig om preoperatief die klieren na te kijken en onder de microscoop te onderzoeken. Soms worden deze klieren voor een deel weggenomen en soms worden deze klieren helemaal weggenomen. Ja, we zijn weer aangekomen in Kerkrade bij kasteeltje Erestein. En kijk eens, hele camperplaats leeg. We hebben ons plekje vooraan weer. Mooi hè? Dat treffen we weer. Wat een prachtig weertje hier zo. Een stuk warmer dan in Friesland, hè? De rollen dakbedekking staan klaar. Maar ik mag nog niet, twee dagen mag ik er nog even niks doen, zeg ze, vanwege dit. Maar we zullen kijken of morgen een beetje kan. De eerste laag heeft onze schoonzoon er al op gemaakt. Dit spul, zie je dat? Die zit erop. Hij heeft er ook schijnbaar toch niet helemaal, dus hij heeft toch nog eventjes een dekkleed eroverheen gelegd. Maar nu gaat het dus gemineraliseerd, noemen ze dat. Het is een lijnslag al. Die gaan we erop maken. Brandertje gekocht. Brander kost €29 huur van de weekend, geloof ik. En deze kost €24 nieuw. Kan je hem altijd nog weer verkopen, hè? Maar in plaats voor €15 of zo. Is waar. En nou, een gasflesje staat bij de barbecue. Dus die gasfles kunnen we gebruiken. Dan gaan we het dus even waterdicht maken hier. Lange schroeven. Nou ja, die kun je afflexen. Ja toch? Dat is wel mooi hoor, zo'n aftakking. Dan zit je zeg maar hier in de lounge set. Nou, dan moet je die wasrek even wegdenken. Dan heb je toch de tuin een beetje bij de open kamer aan. Ik vind het wel lekker hoor, zoiets als dit. Ja toch? Dat hebben ze netjes gedaan, de kinderen van ons.
Het is vandaag donderdag. En ik ga vandaag het dak op. Kijk, we hebben een aquaplan. En dat is een primer. Die gaan we eerst even op de muur smeren. Normaal gesproken dan moet je eigenlijk deze inzagen. En die ook. Dan haal je de steen eruit. Dan doe je hier een loodflap in. Die gaat dan helemaal tot aan de binnenkant van de spouw, zeg maar, in het binnenblad dan. En dat die hier zo overheen hangt. Heel vroeger deden ze ook nog, misschien doen ze dat nog wel hoor, maar stiksroos, een schuin stukje hier zo aan. Dat het dan zeg maar zo naar beneden hangt. En dan niet op het dak. Maar dan krijg je, als de wind van deze kant komt, kan die zeg maar naar binnen zuigen. Capillaire werking noemen ze dat. Maar dat het zeg maar nog een centimeter of drie vanaf de dakbedekking hier zo hangt. Alleen, hier komt nog geen regen. Regen komt van die kant of van die kant. Dus toen zeiden ze, het is prima als we dat gewoon hier tegenaan branden. En dat heb ik vroeger wel eens vaker gedaan. Gewoon hier gebrand, zeg maar. En aan de bovenkant afkitten. En zat hartstikke vast, jaren later nog. Dus dan doen we dat maar. Maar ik heb al gezegd, dan gaan we het wel eerst in voorhechten. Dus vandaar dat we dit spul hebben gehaald. De rand is helemaal zwart. Dus goed ingehecht, of voorgehecht zeg maar. En ik heb de eerste baan heb ik er al in zitten daar zo. Het is een beetje een rare situatie met de daktrim. Maar de daktrim hadden ze er al aan gezet. Dus ik moest hem eigenlijk gelijk in de daktrim. Dus een volle baan branden en dan in de daktrim. Dus dat was even een heikel klusje. En dan vergeet je de camera aan te zetten natuurlijk. Maar de tweede baan die zit nu voor die eerste meter daar erin en die brand ik nu die kant op. Zo, dan heb ik een hoopje leislag. Kijk, het dak is verder klaar. Ik moet alleen nog even de randen afketten en dan willen ze er nog even een soort aluminium strip op vastzetten. Dat het 100% waterdicht is. Alleen, nou, ik zal het even laten zien. Je ziet die zwarte naad, hè? Waar dus zeg maar de bitume, dan kom je hier zo onderuit. Dat doe ik altijd zo. Omdat, dan weet je zeker dat het waterdicht is. Alleen ik vind het niet mooi. Dus dan ga ik met de brander er even over, dat ik weer een beetje vloeibaar maak. En dan strooi ik die leislag erin. En dan heb je, nou, zeg maar, wat een egalere dak. Een blaadje. Kijk, nu zie je dat zwart er niet meer. Nu zit dit er vast in. Oh, er zit net een schaduw van de camera in de hand. Zie je dat? Dat is de bedoeling dat het er zo uitziet. Dat heb je in geheel.
Zo lijkt het toch net eventjes wat mooier, hè, als je de leefslag in die naden hebt geveegd. Ja toch? Nou, zit het dak in ieder geval dicht. Het mocht eigenlijk wel niet, zeggen ze. GHC, de verpleegkundige, had gezegd op ziekenhuis dat ik misschien vrijdag of zaterdag weer wat mocht doen. Maar ik voel me hartstikke goed. Ik heb de pleister, die pleister kan eraf. Ik heb gisteren een pleister vervangen en die wond ziet er hartstikke goed uit. En ja, het slikken gaat een beetje moeilijk en het hoesten gaat een beetje moeilijk, maar dakdekken gaat prima, ja toch? En dan ben ik wel blij dat ze nou onder een waterdicht dak zitten. Dan moet er nog een plafondje onderdoor, even netjes afwerken. Dat gaan ze nog doen. Maar dat kunnen we niet doen natuurlijk als het dak nog een beetje lekt, hè? Nou, ik denk niet dat het echt heeft gelekt vanwege die eerste laag wat hij heeft aangebracht. Dus dat was al behoorlijk dicht. En we zouden het samen doen, ik zou hem een beetje leren. Maar de zaterdag zou wat regen, hebben ze gezegd. Dus dan kan ik het beter vandaag doen. Nou is het nog mooi weer. Ja toch? Het is vandaag vrijdag. Ik moest nog even nadenken ook nog. En ik ben klaar met het dak. Dus de pleister komt eraf, zie je dat? Nou, de wond is mooi genezen, toch? Gelijk bij. En wat ik nog even heb gedaan net, daarom had ik de pleister nog even op. Deze rand heb ik er nog even overheen gebrand. Dat had ik gisteren niet gedaan. Maar gisteren de knolletjes op. Het was ook einde van de dag. Maar normaal gesproken doe je dat bij de kraal hier zo. Zij wonen het graag zo op deze manier. En dan komt hier een dak gewoon onder. Dus zeggen we, nou, dan doen we het zo, toch? Niet de manier zoals ik het heb geleerd, zeg maar. Ruim 40 jaar geleden. Maar het is een manier. En het is waterdicht. En daar gaat het om. Ja, toch? Het is vandaag zaterdag. En we gaan zo met de kinderen. Oh, kijk, het fontein spuit. We gaan zo met de kinderen naar Aken in Duitsland. Hele oude stad. 250.000 inwoners volgens mij. Met een dom, een heel mooi gemeentehuis. Dus ik ben benieuwd. Maar ik keek net op de buienradar. Dan heb je om 11 uur, geloof ik, regent het daar. Dus we gaan mooi op tijd weg, zoals ik had begrepen. Dan kunnen we in ieder geval nog een goed uurtje, anderhalf uur misschien, kunnen we daar nog even rond wandelen. Even kijken wat we allemaal kunnen laten zien aan jullie. En ja, ik neem een scootmobiel mee. Niet de grote, die past niet in de auto. Maar de kleine, die ik ook nog heb. Hè? Een klein driewieletje. Even zien waarvoor weer we kunnen krijgen. Deze week. Of vandaag. Want deze week was eigenlijk goed weer. Moet je ook eens kijken. Ik zou niet zeggen dat het zo gaat regenen. Hè? Prachtig toch? Geen wolkje aan de lucht. Als je buienradar ziet. En weer online, dat is wat Gea dan ook veel bekijkt. Dan zou toch behoorlijk wat regen komen straks. Maar ja, we zien wel. We zijn amper de parkeergarage uit hier. En ik kom gelijk al een prachtig gebouw in, kijk eens. Maar volgens mij zijn er nog veel mooiere gebouwen. Maar het is wel leuk om te zien, toch?